Eerste sessie, deel 1. Het inleiden van therapeutische hypnose. De eerste gedeeltes van dit verslag zijn, 40 jaar nadat ze door een stenografe werden opgetekend, moeilijk naar waarde te schatten. Zonder de stembuigingen, gebaren en lichaamshoudingen die aan de in deze gedeeltes voorkomende grappen, puzzels en spelletjes belangrijke betekenisgakeringen gaven, zijn de opgetekende woorden op zich erg verwarrend. De algemene opzet van dit eerste gesprek tussen Ericsson, Dr. Fink en de cliënten is het trekken, motiveren en vasthouden van haar aandacht, de eerste fase in de microdynamica van de transinductie. En vervolgens door middel van verwarring het veranderen van referentiekaders Afleiding, cognitieve overbelasting en onlogische opmerkingen, haar gebruikelijke denksets, uit te schakelen. Als de lezer verward en overdonderd raakt in zijn poging deze eerste paar gedeeltes te begrijpen, kan hij zich alleen maar troosten met de gedachte hoe verbijsterd de cliënten moet zijn geweest, alhoewel ze moedig het hoofd probeert te bieden. Aan het verbale associatieve geweld waarmee ze werd geconfronteerd. 1.0 Verwarring, associatiespelletjes en raadsels voor het op gang brengen van de antwoordbereidheid en het hypnotische proces. Ericsson Om het even over iets anders dan schelpen te hebben, wat vind je van Gene Autry? Fink, ik moet zeker zo paard kunnen rijden als hij. Of sla dat als een tang op een paard. Ik wed, geloof ik, op het verkeerde paard. Wat ik van Gene Autry vind? Erikson, wat heeft dat nu met een tuin te maken? Fink, nou, hij geeft mest voor de tuin. Erikson, hoe kom je nu van tuimelen op tuim en op Gene Autry? Fink, pure schizofrenie. Erikson, kun je het neurieën? Fink, tuimelen. Erikson, ja, dat klopt. Hij tuimelt niet. Ik vroeg naar zijn tuin. Gene Autry zingt de Tambling Tambowit. Fink, een liedje om te onthouden. Erikson, het is geen liedje, het is een stokpaard. Cliënte, en ik probeerde het net in verband te brengen met. Cliënte stopt in verwarring. Fink zegt, toch miste ik hem. Erikson, ik weet zeker dat hij het zich niet herinnert. Jouw opmerking zou zijn geheugen moeten hebben opgefrist, maar zijn geheugen werd niet opgefrist. Daarom hoorde hij niet wat je zei. Cliënte schuift dichter naar Miss D. toe. Vink, nou, dat kan ik in mijn zak steken. Cliënte, wat doet zij? Vink: ze schrijft een brief aan een vriendin. Rossi. De sessie begint met een ogenschijnlijk niet ter zaken doend gesprek waarin Milton Eriksson aan Dr. Fink vraagt wat hij van Gene Autry vindt. Gene Autry was een populaire zingende cowboy in die tijd. Dr. Fink geeft opgewekt antwoord, maar met flauwe grappen over als een tang op een paard en op het verkeerde paard werden. Vervolgens begint Erickson aan een associatiespel door de onlogische vragen wat heeft dat nou met een tuin te maken? En hoe kom je van tuimelen op tuin en dan op Gene Autry? Het resultaat van dit eerste woordenspel is echter onmiddellijk merkbaar in het effect dat het op het bewustzijn van die cliënten heeft. Ze is duidelijk in verwarring gebracht, maar realiseert zich niet dat Eriksson dat indirect bewerkstelligt. Het lijkt alsof Eriksson het zelfs niet tegen haar heeft. Hij weet dat ze luistert, maar hij doet alsof hij alleen met dokter Vink praat. De cliënte geeft er al snel blijk van te willen proberen mee te doen met het raadselachtige associatiespel waarvan ze getuige is. Wanneer ze zegt: En ik probeer het net in verband te brengen met. En cliënte stopt in verwarring. Daarmee geeft ze aan dat ze in verwarring is. Een uitstekende staat om hypnose in te leiden, aangezien haar aandacht. Klaarblijkelijk op het aan de gang zijnde dynamische proces is gericht dat Erikson is begonnen terwijl ze toch een verhelderende aanwijzing nodig heeft die ze of van Erikson of aan Dr. Ving hoopt te krijgen. Deze behoefte aan verduidelijking geeft aan dat ze nu in een toestand van responsbereidheid is. Ze is bereid te reageren door iedere verhelderende opmerking aan te nemen. Erikson beschouwt deze toestand van responsbereidheid als een ideale voorbereiding voor het ondergaan van een hypnotherapeutische ervaring. 1.1 Vragen, verwarring, niet-weten en onlogische opmerkingen ter bevordering van de microdynamica van de transinductie. Erikson, hoe heet die kleur bruin? Cliënte, ik heb geen flauw idee. Ik weet alleen dat het bruin is. Erikson, over welk café gaat het? Vink, duidelijk een bruin café. Cliënte, ik ben blij dat ik dat snap. Erikson, wie zit er in het bruine café? Vink, ik. In een kakelbruin. Cliente, betekent dat iets? Erikson, nee. Hij is alleen maar gefascineerd door de klank van woorden. Mevrouw Vink, dokter Eriksson, hoe kunt u Bruin herkennen? Eriksson, eenvoudig. Ik ben officieel aan hem voorgesteld. Vink, hij was een beetje een groentje. Eriksson, waarom daagde Jerry je uit tot automatisch schrijven? Cliënte, daar moet ik even een goed antwoord op bedenken. Eriksson, laten we Jerry eens goed helpen. Wat vroeg ik? Cliënten. Ik geloof niet dat ik hem kan helpen. Ik ben al een tijdje de kluts kwijt. Rossi. Deze passage is moeilijk te volgen, maar één ding is overduidelijk. De cliënte, Miss S., laat weer merken dat ze in verwarring is als ze zegt: Ik ben al een tijdje de kluts kwijt. Hierin zien we hoe de kenmerkende vijf fasen van de microdynamica van trans en suggestie zich beginnen te ontwikkelen. De eerste fase, haar aandacht is gericht op de onderwerpen die jij, Eriksson, aandraagt. 2, haar eigen vaste denksets zijn uitgeschakeld en ze raakt in verwarring als ze wanhopig het gesprek probeert te volgen. 3, ze wordt, zonder het goed te beseffen, op een creatieve innerlijke zoektocht door haar eigen geest gestuurd. 4. Het innerlijk zoeken brengt onbewuste processen op gang. Die, nummer 5, een bereidheid tot een creatieve hypnotische respons creëren. Het is ook pas in deze context dat je in feite de eerste aanduiding van het komende hypnosewerk geeft. Door te vragen: Waarom daagde Jerry je uit tot automatisch schrijven? De cliënte reageert verbijsterd. Daar moet ik even een goed antwoord op bedenken. Waarop je onmiddellijk haar verwarring nog vergroot door weer met een andere onlogische opmerking te komen over hulp bieden aan dokter Fink en het beantwoorden van jouw vraag. Eriksons reactie: In ieders leven moet wat verwarring komen en ook wat verlichting. Rossi: De verwarring is noodzakelijk om haar aangeleerde beperkingen te doorbreken, zodat het nieuwe door het bewustzijn kan worden opgenomen. In het volgende gedeelte. Zet je deze verwarringstactiek voort met een reeks vragen en uitspraken die een sterker gevoel van niet-weten oproepen. Dit niet-weten brengt het onbewuste proces van innerlijk zoeken op gang, dat wellicht de hypnotische reactie van automatisch schrift teweeg brengt. 1.2 Raadsels, puzzels en cognitieve overbelasting. Het activeren van de potentiële vermogens van de cliënten. De ethische kant van bewustzijnsspelletjes. Fink, dit is geen warmbruin, hè? Ericsson, ik zal je de hulp geven die je wilt. Je hoeft hem alleen maar aan te nemen. Dit is de hulp: Sint Pieter ought to catch Halibut. Why? Miss D, we laten je het uitpuzzelen. Zo krijg je de aanwijzingen. Fink, wil je mij twee ontbrekende letters geven? Cliënten. Nu daagt het me. Het is zo eenvoudig, nietwaar? Eriksson, mijn fout, Jerry. Vink, misschien moet het Sint Andreas zijn. Eriksson, mijn fout. Ik zal het veranderen, maar het zal alles veranderen als ik het nu verbeter. Cliënten, blijven jullie zo aan de gang? Eriksson, de arme jongen riep in de echoput, put. Kliente, nu ben ik er ook achter. Eriksson. Mary, als je zo zit te lijden, wil ik je wel in de keuken vertellen wat het is. Fink, daarom is hij nu een genie en ik niet. Miss D, het is echt een woordraadsel, nietwaar? Fink, wil je een vraag beantwoorden? Erikson, ja. Fink, geef je me hiermee de letters om het woord mee te spellen? Erikson, ik heb je vraag al beantwoord. Je vroeg me of ik één vraag wou beantwoorden en ik heb ja gezegd. Besef je dat? Vink: Zeker, maar al te goed. Eens kijken, hoe kan ik dat anders zeggen? Is elk woord een aanwijzing voor een letter? Erikson: Denk je dat hij nu probeert antwoord op een tweede vraag te krijgen nadat ik er al één heb beantwoord? Vink: Oh oh. Erikson: Juist. Nou, hoe lang duurde dat spoor? Vink: Ongeveer twintig minuten. Erikson: Ik dacht dat je er nooit op zou komen. Vink, het is ook zo eenvoudig. Betekent dit dat alles wat heel belangrijk is te maken heeft met iets dat we nu zouden moeten weten? Cliënten, God, Oef, geef daar maar eens antwoord op. Vink, geef jij het antwoord maar. Eriksson pakt een klembord. Maar jij was degene die keek. Vink, het woord was splotchy, oftewel vlekkerig. Eriksson, goed, wat heeft dat te maken met deze bladzij? Vink, o oh jee. Erikson, hoe zou je deze bladzij omschrijven? Vink, wil je me vertellen dat de hele tijd dat ik bezig was om achter dat woord te komen? Erikson, met die zin beschreef ik alleen maar hoe de bladzij eruit zag en jij bent nog steeds daar en niet hier. Vink, nee, ik ben nu helemaal daar. Erikson, prima. Wat heeft dat met Ella Vink te maken? Vink, dat we waarschijnlijk alle twee rare vogels zijn. Erikson, dat was makkelijk. Vink, heel makkelijk. Erikson, hoe vond je zijn manier om daaruit te komen? Cliënten, het was prachtig. Miss D, waarom liet je ST van Sint weg en de rest staan? Vink, Sint wordt afgekort met ST. Erikson, ik gebruikte Sint-Pietrus om aan het raadsel te herinneren en ik begon hem eraan te herinneren en ik eindigde met hem eraan te herinneren om zijn gedachtegang te verstoren. Vink, ik volgde het patroon dat jij net volgde. Eriksson, er zaten vier dingen in. Daarom kon hij er niet uitkomen. Als ik maar op sint Pieter's Lady Ought to Catch Halibut zou zijn gekomen, had je het misschien gesnapt. Vink, Petrus had geen vrouw. O hemel, wat als hij er wel een had gehad? Zou hij heerser over het andere rijk zijn? Miss D. Kan je dat bewijzen? Vink nee. En ik heb ook geen zin om hier verder op door te gaan. Cliënte, ik wil nog steeds dat die van die vier letters begrijpen. Eriksson, Constantinopel is een lang woord. Kan je het spellen? Betekent dat iets? Er zijn vier letters, of niet? Cliënte, als iemand je even uitlegt, dan is het heel eenvoudig. Vink, dat ging heel goed. Eriksson, je hebt hard gewerkt vanavond, Jerry. Cliënten, je maakt natuurlijk een grapje. Erikson Ik wed dat dat niet te merken is. cliënte Nee, inderdaad niet. Is ook zo ingewikkeld allemaal. Rossi De mate van verwarring en onlogische opmerkingen is in dit gedeelte zo groot dat men het gevoel krijgt van een nogal chaotisch spelletje hersengymnastiek. We kunnen één element van spel voelen als we zien hoe Erikson zich vrolijk om de beurt tot Dr. Fink en Miss S. richt. Eriksons innemendheid bestond er in feite voor een groot deel uit dat hij mensen op zorgvuldig gekozen momenten precies vertelde welke benadering hij bij het spelen van bewustzijnsspelletjes gebruikte, zelfs terwijl hij ze aan het doen was. Gewoonlijk had hij een vrij vriendelijke zij het uiterst alerte en vragende uitdrukking op zijn gezicht als hij deze verklaringen gaf. Meestal zaten er vele betekenislagen in zijn gedrag en lette hij er nauwkeurig op op welke laag de cliënt inging. Enerzijds genoot hij werkelijk van het spelen van bewustzijnspelletjes die de associatieprocessen van mensen door elkaar gooiden op een manier die ze meestal niet in de gaten hadden. Anderzijds waren deze spelletjes een belangrijke vorm van veldexperimenten, waarmee hij verkennend onderzoek naar de aard van het bewustzijn en het hypnoseproces verrichtte. Op weer een ander niveau waren zijn schijnbaar ingenieuze verklaringen over de wijze waarop hij iemands associatieprocessen manipuleerde, een duidelijke openhartige demonstratie van zijn kunnen. Als de cliënten met het spel wilden doorgaan konden haar eigen verwachtingen en vertrouwen in Ericsson de volgende fase in het hypnoseproces verder versterken. Dit is een interessant voorbeeld van de opvattingen die zich momenteel ontwikkelen over wat wij de ethiek van bewustzijnspelletjes zouden kunnen noemen. Een basisprincipe van deze nieuwe ethiek is dat de cliënt zich van enkele methoden die worden toegepast bewust is en heeft ingestemd zich aan het proces te onderwerpen voor een van tevoren vastgesteld doel. Wanneer Erikson beschrijft hoe hij begon met hem eraan te herinneren, en eindigde met hem eraan te herinneren om zijn gedachtegang te verstoren, geeft hij een voorbeeld van wat hij later gestructureerde amnesie hebben genoemd. Alle associaties die tussen de eerste en laatste herinnering liggen, hebben de neiging in een amnesiegat te vallen, waardoor, het bewuste denken van de toehoorder wordt verward en uitgeschakeld. Als de cliënte dit verwarrende maar boeiende gedeelte afsluit met de opmerking: Het is ook zo ingewikkeld, erkent ze daarmee haar toestand van cognitieve overbelasting. Dit gedeelte is in feite een goed voorbeeld van hoe ver Erikson gaat in zijn schijnbaar irritante en omslachtige gebruik van woordspelingen, raadsels. En mysterieuze associatiespelletjes. Hij gaf zich al die moeite omdat hij inzag hoe belangrijk het was om bij het activeren van de onbewuste associatieprocessen die het uiteindelijke hypnosewerk moeten doen, de bewuste denkprocessen van een cliënt op losse schroeven te zetten. Eriksson benadrukte trouwens herhaaldelijk dat het juist deze toestand van innerlijke activiteit is, een staat waarin de potentiële vermogens van de cliënt tot aan de drempel van het therapeutische werk worden geactiveerd, die de ideale situatie voor zijn therapeutische aanpak vormde. Dit standpunt staat recht tegenover de nog steeds algemeen heersende misvatting dat de hypnose een tamelijk apathische geestestoestand is, waarin de cliënt een passieve automaat wordt, ten prooi aan de suggesties en programmering van de hypnotiseur. 1.3. Vragen, implicaties en nieuwsgierigheid voor het indirect opwekken van een vroegere leergesteldheid ter bevordering van automatisch schrift. Erikson, wat is er met je hand? Hij ging helemaal vanuit je schoot omhoog, al dichter naar de potlood toe. Cliënte, je kunt hier zelfs niet even ademhalen. Erikson, zeker wel, probeer het maar. Cliënte, nou goed, ik pakte dus het potlood en wat dan nog? Vannacht liet zij mij opstaan om op de wekker te kijken. Ik was zo kwaad op haar. Rossi, wat gebeurde er eigenlijk toen je vroeg wat er met haar hand gebeurde? Ging haar hand gewoon omhoog in een schijnbaar willekeurige beweging, waarop jij onmiddellijk de gelegenheid aangreep om op te merken dat die beweging een indicatie kon zijn. Dat de hand naar het potlood zou gaan voor automatisch schrift? Ericsson, ja. Rossi, door eenvoudig die vraag te stellen, door de implicatie dat ze zonder het te weten een onbewuste beweging in de richting van het potlood maakte, breng je een verwarring op gang die ervoor zorgt dat haar bewustzijn wordt uitgeschakeld en die de hypnose toestand waarin ze gewoon moet wachten op een automatisch respons bevordert. Dr. Marion Moore. De patiënt wordt altijd nieuwsgierig naar wat Dr. Eriksson ziet dat de patiënt zelf nog niet voelt. Rossi, ja, vragen die door de bewuste geest van de patiënt niet makkelijk kunnen worden beantwoord, zijn nuttig voor het op gang brengen van onbewuste processen. Eriksson, als kind begin je te leren vanaf het moment dat je iets hoort, je vraagt je af wat er wordt gezegd. Wat het betekent, enzovoort. More. Het kind gaat innerlijk zoeken om een betekenis te vinden voor wat er wordt gezegd. Rossi. Met dergelijke vragen wek je ook een vroegere set op, die direct teruggaat tot de vroege kindertijd. 1.4: Vragen voor het opwekken van herinneringen, verwachting voor het opwekken van automatische responsbereidheid. Erikson. Het volgende dat gebeurt heeft te maken met iets buiten deze kamer. Cliënte. Wat wordt er van me verwacht dat ik doe? Erikson. Wat zei ik? Cliënte. Pauze. Dit is een heel goed potlood. Doodse stilte. Het verbaast me altijd weer. Lastig kawaii, niet waar? Erikson. Goed werk kost tijd. Cliënte, ik moet hem eens vragen of hij met de afdelingsstaf wil praten. Ik weet wat er komt te staan. Er zal ja komen te staan. Het is zo ingewikkeld al dat werk om het ja te laten worden. Het verwijst naar haar automatisch schrift. Erikson, wat denk je dat het betekent? Cliënten. Ik weiger dat te beantwoorden. Volgens mij betekent het niets. Erikson, je weiger dat te beantwoorden. Je wil het wel weten, niet waar? Cliente, zeker. Erikson: Als ik zeg het volgende dat gebeurt heeft te maken met iets buiten deze kamer, roep ik herinneringen op die ze niet in deze kamer heeft gekregen. Rossi: was dat wat je eigenlijk wilde met het maken van die opmerking om indirect herinneringen op te roepen die niets met deze Kamer te maken hadden? Eriksen, ja. Rossi, dan vraagt ze, wat wordt er van me verwacht dat ik doe? Je antwoordt met een tegenvraag. Wat zei ik? Wat weer een innerlijk zoek op gang brengt. Dit verhoogt de verwarring, zodat ze nu bij zichzelf te raden moet gaan wat je oorspronkelijk vroeg zorgt het ook ongemerkt voor twijfel aan haarzelf waardoor haar bewuste instellingen verder worden afgezwakt. Erikson. Aha. Uh -huh. Rossi, je blijft heel geduldig en met een belangstellende en verwachtingsvolle blik naar haar hand kijken in afwachting van een verdere automatische beweging. Ze merkt op dat het een lastig karwei is. Maar jij versterkt het proces op positieve wijze met het cliché. Goed werk. Kost tijd. Daar kan ze niets tegen inbrengen, dus moet ze tegelijkertijd de implicatie aanvaarden dat ze goed werk doet. Hetgeen waarschijnlijk zal uitmonden in automatisch schrift. Vervolgens merkt ze enigszins ongeduldig op dat ze weet dat al het werk er alleen maar toe zal leiden dat haar hand ja als antwoord zal schrijven. Je vraagt haar wat dat betekent. Maar ze gaat in de verdediging door te weigeren dat te beantwoorden en te ontkennen dat het iets te betekenen heeft. Je erkent dat ze, wat deze ervaring aangaat, gelijk heeft, maar probeert haar door middel van haar natuurlijke nieuwsgierigheid toch te motiveren met de vraag: Je wil het wel weten, nietwaar? Door haar antwoord: zeker, draait ze in feite haar vorige houding, dat het automatisch schrift niets te betekenen heeft, om en. Is op dit punt waarschijnlijk helemaal ontvankelijk om een nieuwe betekenis te aanvaarden? Ericssons antwoord: ja. 1.5. Ondervragen om automatisch schrift nog meer te bevorderen. Cliënten schrijft ja op de langzame, aarzelende wijze die kenmerkend is voor automatisch schrift. Erikson, ik stel je een vraag en je geeft het eerste, het beste antwoord dat bij je opkomt. Is dat ja in tegenspraak met iets dat je hebt gezegd? Rossi, je weet in feite niet of dat ja in tegenspraak is met iets dat ze al heeft gezegd. Je brengt gewoon weer een innerlijk zoeken op gang om het automatisch schrijven te bevorderen. Erikson's antwoord. Ja. 1.6 Tegenstrijdigheid en verwarring op bewust niveau voor het automatisch verdiepen van het innerlijk zoeken en de trans. Cliënte, volgens mij niet. Eriksson, antwoord deze keer met één woord: Is het ergens een ontkenning van? Cliënte nee. Eriksson, heeft het iets te maken met wat je hebt gezegd? Cliënte, ja, dat is onzin. Eriksson, is het ergens anders gezegd dan hier? Cliënten, nee. Erikson, is dat alleen hier gezegd? Cliënten, ja. Erikson, alleen hier? Cliënten, nee. Erikson, haar laatste ja en nee spreken elkaar tegen. Rossi, op dit moment is haar bewuste denken werkelijk verward. Erikson, zeker. Moore, die verwarring verdiept haar innerlijk zoeken, wat weer automatisch haar trans verdiept. Rossi. Vrijwel al je vragen en opmerkingen in dit en het volgende gedeelte kunnen niet gemakkelijk door haar bewuste denken worden beantwoord. Hierdoor wordt de hypnosemodus opgewekt. Haar bewuste denken en intentionaliteit worden wat terzijde geschoven, terwijl ze wacht op antwoorden die het onbewuste zoeken en de processen die bij haar op gang zijn gezet opleveren. Eriksson? Ja. 1.7. Verdieping van de trance door verdere tegenstrijdigheden. Verwarring en de bewuste-onbewuste dubbele binding. Ja- en nee-antwoorden op twee niveaus en de hypnose-modus. is wat je net hebt gezegd de waarheid of geeft dat antwoord de waarheid beter weer? Cliënten ja, maar je kunt niets bedenken. Ik kan alleen maar ja of nee zeggen. Eriksson, is dat op een of andere manier verbonden met pijn van hieraf naar beneden? Wijs naar de schouder van de cliënten. Cliënten nee. Eriksson, is het op een of andere manier verbonden met pijn vanaf daar naar boven toe? Cliënten nee. Eriksson, ben je iets vergeten? Cliënten ja, maar vraag me niet wat, ik weet het niet. Eriksson, is het verbonden met iets dat je bent vergeten? Cliënten ja. Erikson, geloof je dat je het vergeten bent? Cliënten, nee. Erikson, ben je het vergeten? Cliënten, ja. Daar klopt niets van. Erikson, niet. Wil je jezelf graag tegenspreken? Cliënten, niet bepaald. Erikson, zou dat niet leuk zijn? Cliënten, ja. Erikson, laat eens kijken wat je antwoord hierop is. Klopt het? Cliënten, nee. Erikson, eens kijken wat je hand opschrijft. Cliënt die zegt waarschijnlijk ja. Ericsson, die zegt altijd wat jij niet zegt. Cliënten, meestal wel. Ik weet wat hij zal zeggen. Ericsson, let op de reeks tegenstrijdige ja en nee antwoorden die ze op mijn vragen geeft. Te beginnen met, ben je iets vergeten? Eerst antwoordt ze ja. Vervolgens zegt ze ja in antwoord op mijn vraag. Is het verbonden met iets dat je bent vergeten? Maar als ik daarna vraag geloof je dat je het vergeten bent zegt ze nee ik dring dan aan met ben je het vergeten en zij zegt ja daar klopt niets van ze merkt zelf de tegenstrijdigheid rossi ze spreekt zichzelf tegen omdat ze verward is erikson ja rossi als ik dit eigenlijk wat nader bestudeer lijkt het alsof haar verwarring te maken heeft met het feit dat ze verstrikt zit in een bewuste, onbewuste dubbele binding. Ze antwoordt hier beurtelings ja en nee op dezelfde vraag vanuit twee verschillende responsniveaus. Te weten het bewuste en het onbewuste. Haar ja antwoord kan haar bewuste respons zijn. Ze weet dat haar bewuste geest iets vergeten is. Haar nee als antwoord op de vraag, geloof je dat je het vergeten bent, kan de respons van haar onbewuste zijn. Die weet dat hij niets is vergeten. Alles bij elkaar genomen blijkt uit haar verwarring, innerlijk zoeken en het automatisch schrift dat ze in de hypnotische modus van antwoorden zonder bewuste intentionaliteit is terechtgekomen. Zelfs al heb je geen transinductie verricht met een of ander formeel ritueel. 1.8 Verrassing gebruiken voor het bevorderen van het innerlijk zoeken en concentreren. De essentie van Eriksons hypnose is het opwekken van potentiële vermogens en het omzeilen van aangeleerde beperkingen. Eriksson, we kunnen dit misschien even onderbreken. Zul je vanavond verrast worden? Cliënten ja. Eriksson, wie zal dat doen? Cliënten. U. Eriksson, ik. Cliënten ja. Eriksson, jij helpt daarbij. Cliënten ja. Erikson, nog iemand anders? Cliënte, dokter Fink. Erikson, wat zegt je hand? Zal er nog iemand helpen? Cliënte, die zal waarschijnlijk ja zeggen. Rossi, met behulp van het fenomeen verrassing, breng je haar nogmaals naar haar innerlijke processen. Ze denkt dat de verrassing van buitenaf zal komen, van jou of van dokter Fink. De meeste patiënten zoeken naar oplossingen van buitenaf. Maar jij geeft aan dat het vanuit haar zelf zal komen door haar vriendelijk een vraag te stellen die eigenlijk een vaststellende bewering is. Jij helpt daarbij. Je probeert haar innerlijke concentratie nog meer te bevorderen door haar te vragen wat haar hand zal schrijven, omdat het automatisch schrift haar aandacht op de reacties uit haar zelf richt, daar waar de symptoomoplossing zal plaatsvinden. Eriksson, ja. Er is iets wat ik uit haar wil krijgen. Zij weet niet wat het is en ik weet niet wat het is. Ik laat haar zichzelf daarom tegenspreken en toegeven dat iemand anders misschien kan helpen. Dat houdt in dat waar het ook vandaan komt, van mij of van haar, zij de informatie krijgt. Ik probeer te verhinderen dat zij de informatie gekoppeld aan een bewust gekozen gezichtspunt krijgt. Ik wil niet dat zij de informatie krijgt in de veronderstelling dat die van dokter Fink of mij afkomstig is. Rossi, je bevordert een algemeen proces van zoeken in haarzelf dat niet door haar bewuste referentiekaders wordt beïnvloed. De essentie van Erikson's hypnotherapie is niet om iets in patiënten te stoppen, maar in tegendeel om iets op te wekken zonder vooroordeel van hun eigen bewuste referentiekaders en aangeleerde beperkingen. Dit is een belangrijk gegeven, omdat zowel de mensen in het algemeen als vele professionele therapeuten nog steeds geloven dat hypnose wordt gebruikt om mensen te sturen of te programmeren alsof het willoze automaten zijn. Moore, dat is een verkeerde opvatting. Rossi, de essentie van hypnotherapie is onbevooroordeelde antwoorden en potentiële vermogens in de patiënt zelf op te wekken. Ben je daarmee eens? Erikson zeker. Erikson vertelt nu het verhaal van een rechercheur die niet meer met een leugendetector werkte omdat hij zijn werk beter kon doen door onder hypnose vragen te stellen die ten eerste alle mogelijke reacties dekte, twee verwarring wekte en drie rekening hielden met zowel ontkennende als bevestigende antwoorden. 1.9 het op gang brengen van een indirect zoeken naar een traumatische herinnering geen zin hebben om te antwoorden Erikson's intuïtie als onbewuste reactie op minimale signalen Erikson We kunnen hier even onderbreken Ik zou graag willen dat je geen zin hebt om antwoord te geven op deze vraag Is er iets aan die bloemen waar je niet van houdt cliënte ja wil je het opschrijven? Nee. Dus je wil het niet opschrijven? Nee. Weet je het zeker? Ik zou geen ja moeten zeggen, maar ik doe het toch. Ik wil dat je het belooft. Goed, ik beloof het. Als je zou beloven niet met de bus naar huis te gaan, wat zou je dan doen? Ik zou de bus naar huis nemen. Maar als je het echt belooft, wat zou je dan doen? Waarschijnlijk gaan lopen. Wat zou je doen als je naar het centrum moest? Een taxi nemen of de tram? Waarom neem je liever een taxi? Ik hou niet zo van trams. Nog iets dat voor taxi's pleit? Het gaat sneller. Dat klopt. Ze gaan sneller. Ze brengen je vlugger waar je moet wezen. Dus door te beloven niet de bus te nemen, zou je er eigenlijk voor zorgen dat je sneller in het centrum komt, niet waar? Goed. Gaat hier iets gebeuren? Ik laat nu dokter Fink het overnemen. Tot dusver heb ik het allemaal overgenomen. Laten we nu eens even kijken wat hij doet. Wat denk je dat hij zal doen? Dat is moeilijk te zeggen. Valt het te zeggen? Ja, o oh hemel. Rossi, wat is in hemelsnaam de bedoeling van dat merkwaardige verzoek dat ze geen zin moeten hebben om die vraag over bloemen te beantwoorden? Bloemen is het sleutelwoord, als er iets is dat zij heeft verdrongen. Over het algemeen zijn bloemen iets waar men van kan houden, maar vaak zit er aan dingen waarvan je houdt iets vast waar je niet van houdt. Dat volg ik niet. Ik veronderstel dat Betty, de vrouw van Eriksen, heeft vergeten dat Roger, haar lievelingshond, gestorven is. Ze hield dus erg veel van Roger, maar ze hield er niet van dat hij dood was. Daarom vergat ze Roger helemaal. Rossi, dus dingen waar we niet van houden worden vaak verbonden met dingen waar we wel van houden? More, zoals doornen aan rozen. Rossi, vandaar dat jij dus een gesteldheid oproept om naar iets te zoeken waar ze niet van houdt: een of andere traumatische herinnering die voor haar belangrijk en waardevol is. Het is een manier om naar een traumatische herinnering te zoeken. zonder haar bewuste geest te laten weten dat ik dat aan het doen ben. Rossi, het is een indirecte manier om naar een traumatische herinnering te zoeken. more door de patiënt al het werk te laten doen. De bewoording dat je geen zin hebt om deze vraag te beantwoorden. is dus eigenlijk een indirecte suggestie om op zoek te gaan naar het verdrongene. Het draagt bij aan het oproepen van fase 3, van ons schema, van de microdynamica, van transinductie en suggestie, die van het onbewuste innerlijke zoeken. Eriksons hele opmerking. Ik zou graag willen dat je geen zin hebt om antwoord te geven op deze vraag. Is er iets aan die bloemen waar je niet van houdt? Kan een voorbeeld zijn van zijn ongelooflijke intuïtie. Want, zoals we aan het eind van deze behandeling zullen zien, had de cliënt een angst voor bloemen waar ze zich niet van bewust was. Bloemen waren met het hier behandelde hoofdprobleem aan watervrees verbonden. Wat is intuïtie precies? Ericsson heeft het wel omschreven als een onbewust reageren op minimale signalen. In deze situatie kunnen we bijvoorbeeld veronderstellen dat Erikson een uiterst minimale negatieve gedragsreactie van de cliënten oppikte met betrekking tot wat bloemen in zijn werkkamer. Hij kan hebben opgemerkt hoe ze even fronste, vermeed naar de bloemen te kijken of misschien haar neusvleugel samentrok om hun geur niet te ruiken. Eriksons onbewuste, intuïtieve associatieproces bracht volgens deze minimale negatieve reactie van de cliënten naar een bewust niveau met zijn vraag, zonder dat beide voor ons nog de diepere betekenis van bloemen beseften. Heb je dit echt van tevoren allemaal uitgedacht, Milton? Heb je dit van tevoren gepland als een methode om een traumatische herinnering naar boven te brengen? Wist je trouwens op dit punt dat aan haar probleem een verdrongen traumatische herinnering ten grondslag lag? Erik nee, ik zocht alleen maar. Rossi, maar hoe wist je op dit punt dat je naar een traumatische herinnering moest beginnen te zoeken? Had dokter Fink je ervan tevoren iets over verteld? Eriksen, nee, dokter Fink wist niet wat het probleem was. Hij voelde alleen aan dat er iets niet goed was met haar. Zij was een verpleegster op zijn afdeling die zo nu en dan depressief leek. Zij was geen gewone patiënt. 1.10 toestaan dat de bewuste geest van de patiënt op ondergeschikte punten wint. Meervoudige niveaus in respons en betekenis. Fink. Zijn jullie allemaal klaar voor alles wat er voor dokter Eriksen gezegd en gedaan gaat worden? Nee, ik laat hem in het ongewisse. Wil je hem in het ongewisse laten? Ja. Wil je mij in het ongewisse laten? Wil je jezelf in het ongewisse laten? Nee. Neem je nu een taxi? Ja, ik weet niet of dat ergens op slaat. Rossi. De cliënte schijnt het spelletje te hebben doorgekregen en probeert nu de rollen om te draaien door jou in het ongewisse te laten. Eriksson. Ach ja, je laat de patiënt dit soort spelletjes altijd winnen en je op ondergeschikte punten de loef afsteken. Rossi. Belangrijk is echter dat dokter Fink haar ertoe brengt duidelijk te verklaren dat ze zichzelf niet in het ongewisse wil laten. Ze wil, met andere woorden, weten wat het ook is waar we allemaal over in het ongewisse zijn. Vervolgens wordt haar gevraagd, neem je nu een taxi? Wat op bewust niveau een volstrekt zinloze vraag zou zijn. Op het onbewuste niveau wordt de vraag over taxis waarschijnlijk verbonden met het indirecte zoeken naar een traumatische herinnering. Dat in het vorige gedeelte in gang is gezet. Haar onbewuste antwoord daarom direct met een duidelijke ja. Wat betekent, ja, ze is nu bezig snel naar de ontrafeling van de puzzel van haar traumatische herinnering te gaan. Haar bewuste geest komt daar geheel van de wijs gebracht achteraan met de opmerking: ik weet niet of dat ergens op slaat. Schitterende demonstratie. Van de meervoudige niveaus waarop jij je therapeutische doeleinden verwezenlijkt. Op het ene niveau lijkt de bovenstaande dialoog een oppervlakkige en zich enigszins herhalende uitwisseling te zijn, die eindigt met de schijnbaar duistere en zinloze taxivraag. Op het andere niveau werkt de letterlijke inhoud van de dialoog echter als een soort van code voor de onderliggende betekenissen waar het hier eigenlijk om gaat. De cliënt bevestigt dit meervoudige niveausverschijnsel prachtig met haar laatste opmerking die heel goed aangeeft wat voor conflict ze tussen haar bewuste en onbewuste begrijpen van wat er in haar therapie gebeurt ervaart. 1.11. Verwarring ter bevordering van een traditionele hypnotische slaapinductie. Metaforen en indirect associatief. Richten om het praten over depressiviteit op gang te brengen. Denk je aan iets dat te maken heeft met Bot Crane? Nee, was dat ook een taxi? Ja, ga eens door. Ik ben zelfs vergeten waar het eigenlijk over ging. Ga vast slapen, heel diep. Vast slapen. Blijf slapen. Je mag zelfs je ogen sluiten en nog dieper, dieper gaan slapen. En slaap vast, heel vast, heel diep en heel vast. Om zelfs nog dieper te gaan slapen, mag je alles om je heen uitbannen. Behalve de stemmen van Dr. Eriksen en mij en van jezelf. Ga dieper, steeds dieper slapen. Blijf diep en vast slapen. Prettig, diep en vast in slaap. Ga nog dieper, dieper, dieper en bescherm je slaap. Slaap gewoon op je eigen manier, zodat je alles kunt bereiken wat je wil bereiken. En slaap rustig, slaap gerust, heel ontspannen, diep en vast in slaap. Hou die slaap vast, blijf slapen, dieper en dieper. Eriksen, en blijf heel diep slapen, heel diep, vast slapen. Ik zal dit potlood wegnemen, zodat je zelfs nog dieper kunt slapen en je nog prettiger zult voelen. En we zullen dit klembord wegdoen, zodat je nog vaster kunt slapen. En je hebt een doel om te gaan slapen. En dat doel zal je bereiken op een prettige manier. Je zal echt heel diep slapen, zodat je alleen dokter Fink en mij kunt horen. En je zult net het vage gevoel hebben dat alles goed is en goed zal blijven. Is dat aangenaam? Ja, het stoort je toch niet als ik met dokter Vink praat? Nee. Rossi, wat is de bedoeling van die vraag over Ichabod Crane? Erikson, Hij was een bange en deprimerende figuur in zwarte kleren. Wij doen hier een mogelijke opening set voor haar om over haar depressiviteit te vertellen. Rossi. Dat is een voorbeeld van indirect associatief richten. Vervolgens wordt Itjabot Crane verbonden met de taximetafoor. door haar te vragen: Was dat ook een taxi? Als ze daarop ja antwoordt, bevestigt ze in feite dat ze nu snel bij haar probleemgebied komt. Eriksson ja. En het is tegelijk ook een manier om haar te verwarren, zodat ze eindigt met toe te geven: Ik ben zelfs vergeten waar het eigenlijk over ging. Rossi, ze is duidelijk in een verbijsterde, maar niet te min responsbereidwillige staat als ze ervoor uitkomt dat ze vergeten is waar het eigenlijk om ging. Het lijkt alsof dokter Fink deze gelegenheid niet voorbij wil laten gaan en zich met al het enthousiasme van een nieuweling op een krachtige en directe traditionele hypnose-inductie stort door tegen haar te zeggen dat ze moet gaan slapen. Het lijkt wat paradoxaal om eerst al die uitgebreide voorbereidingen te treffen, om haar associatieprocessen te activeren in de vorige gedeeltes, om dan nu precies het tegenovergestelde te doen, door haar zonder omhalen te zeggen dat ze moet gaan slapen. De paradox wordt echter duidelijk als we inzien dat jij slaap eenvoudig als een andere metafoor en indirecte suggestie beschouwt, die de bewuste geest ertoe brengt zijn intentionaliteit om zichzelf te sturen op te geven en het onbewuste meer ruimte te bieden om het associatieproces dat je op gang hebt gebracht naar buiten te brengen. 1.12. De indirect directief en een onwillekeurig gedragssignaal van de transdiepte. Uitschakelen van de weerstand met. Dat wil je toch wel, niet? Eriksson. Ik denk dat je nog even een paar minuten moet blijven slapen tot je echt in jezelf voelt dat jezelf, dokter Fink en ik tevreden kunnen zijn over je slaap. Dat wil je toch wel, niet? Blijf gewoon diep en vast slapen. En als je voelt dat je echt vast slaapt, zal je rechterhand omhoog gaan als teken voor mij dat dat zo is. En je hand komt omhoog, niet waar? Cliënte: Ja. Rossi, hier gebruik je een indirect directief om aan te geven dat haar rechterhand omhoog zal gaan als ze vast slaapt. Je gebruikt regelmatig zo'n soort onwillekeurig teken om voor jezelf te bewijzen dat de patiënt op je suggesties reageert en klaar is voor de volgende stap. Wanneer de patiënt bevestigt dat zij echt vast slaapt, geeft ze in feite aan dat ze met je meewerkt en naar men mag aannemen klaar is voor de volgende suggestie. Erikson, ja, ik maak hier gebruik van de door mij zorgvuldig uitgewerkte frasering. Dat wil je toch wel, niet? Rossi, waarom heb je dat zo zorgvuldig uitgewerkt? Erikson, ik wil niet dat ze niet zegt. En als ze het gevoel heeft dat het woord niet gezegd moet worden, kan ze dat niet zeggen omdat ik het al heb gezegd. Ik heb haar die mogelijkheid ontnomen. Rossi, je hebt elk niet uitgeschakeld. Iedere negativiteit of weerstand. Die ze misschien met betrekking tot jou of met wat je haar aanbood, kan hebben gevoeld. Had jij het gevoel dat de cliënten op dit moment weerstand bood? Eriksson nee, maar ze aarzelde. 1.13. Een gesteldheid tot doen en een gesteldheid om iets nieuws te leren bevorderen door achterste voren en onderste boven te schrijven. Dubbele punt de handelingsmetafoor. Eriksson, zou je willen leren hoe je je hand snel kunt bewegen? Ik zou graag willen dat je je oefent in het vrij en los en gemakkelijk bewegen van je hand. Het is heel gemakkelijk, niet waar? Als jij me nou eens laat zien hoe je andere bewegingen prettig en makkelijk met je hand kunt maken. Nu bewegingen met je vingers. Doe je je ring wel eens af? Blijf slapen, maar doe hem af en meteen weer aan. Doe hem niet helemaal af, maar alleen halverwege. Schuif hem nu weer terug. Je kunt nu allebei je handen vrij en prettig en gemakkelijk bewegen. Nu iets anders. Je kunt dit potlood nemen en je eigen verjaardag opschrijven. Niet het jaar, alleen de dag. Goed. Schrijf het nu eens achterstevoren. Dat is een tamelijk lastig karweitje om dat zo snel te doen. Doe je dat vaker? Wil je iets anders proberen, cliënte? Ja. Kijk eens of je het onderste boven kunt schrijven. Dat is mooi gedaan, niet waar? Is dat de eerste keer dat je dat hebt geprobeerd? Je wist niet dat je dat kon, hè? Nu geef ik je het potlood in je andere hand en schrijf nu je verjaardag eens achterstevoren op. Goed. Denk je dat je dat eigenlijk nog vlugger kan? Ik zal je een beetje helpen. Pak dit potlood hier en deze daar en schrijf nu maar met beide handen tegelijk. Dat is werkelijk heel knap gedaan. Zou je het willen zien als je weer wakker bent? Goed, we zullen dit blaadje eruit nemen. En tussen twee haakjes, je weet niet welke het is, omdat je je ogen dicht had. Klopt dat, cliënte? Ja. Rossi, waarom laat je haar die merkwaardige dingen doen als achterstevoren en ondersteboven schrijven? Erikson, ik leid een zekere doegesteldheid in. Rossi een gesteldheid om iets ongebruikelijks te doen, een verkennende gesteldheid om iets nieuws te leren. Erikson: Ja, probeer jij het maar eens. Erikson laat Rossi tegelijk gewoon en achterstevoren schrijven met een potlood in iedere hand. Rossi houdt lachend op in het besef dat hij zich hierdoor vreemd en benieuwd voelt, zich afvraagt wat er hierna komt en een behoefte voelt aan verdere aanwijzingen van Erikson. Rossi, je schakelt haar gebruikelijke denkset uit door haar de fysieke ervaring te laten ondergaan van het op een totaal afwijkende manier schrijven dan ze gewoonlijk doet. Het achterste voren en onderste boven schrijven is eigenlijk een soort handelingsmetafoor voor het opnieuw leren denken. Dat is de reden waarom patiënten in therapie gaan, om hun aangeleerde beperkingen te doorbreken. En nieuwe leefwijzen te ontwikkelen. Maar waar heb je in hemelsnaam het idee op gedaan. om bij patiënten een verkennende gesteldheid. om iets nieuws te leren te ontwikkelen? Ericsson op de lagere school. Rossi, vanwege de vragen die je stelde. over hoe je eigen zintuigelijke gewaarwoningen en waarnemingen werkte? Gedeeltelijk. Maar ik merkte ook gewoon op. Dat er linkshandige en rechtshandige kinderen waren. En ik verbaasde me daarover. 1.14. Aanspreken op twee niveaus. Posthypnotische suggestie voor geboeidheid, verantwoordelijkheid en het met een gerust gevoel omgaan met verdriet. Herkaderen van een trauma door middel van gestructureerde taken. Erikson. Denk je dat je het boeiend zou vinden om nadat je wakker bent geworden dit uit te puzzelen en erachter zien te komen met welke hand je wat hebt opgeschreven? We zullen het hier onderop in dit bloknoot stoppen en het is jouw taak eraan te denken dat ik niet vergeet dit later aan je te geven. Jij kan die verantwoordelijkheid nemen. Als ik het mocht vergeten, zal jij erom denken dat ik eraan herinnerd word, niet waar? Slaap je nu diep? Cliënten, ja. Ericsson. Begint het er voor je op te lijken dat je je doel zult bereiken, net zoals je januari achterstevoren en ondersteboven hebt geschreven? Het is echt een taak, is het niet? Je kunt eigenlijk veel meer begrijpen als je slaapt dan wanneer je wakker bent, nietwaar? En je zult je er prettig bij voelen, niet? Is het niet prettig je er gerust blij te voelen? Om je gerust te voelen over dingen die je misschien verdrietig maken als je wakker bent? Erikson. Ik richt haar nu op het nemen van verantwoordelijkheid voor wat ze zelf heeft meegemaakt en dat ze het boeiend zal vinden om het nadat ze wakker is geworden uit te puzzelen. Rossi. Je spreekt haar hier aan op twee niveaus. Op het ene niveau heb je het over haar schrijfoefeningen, terwijl je op het andere niveau praat over hoe boeiend het is haar traumatische herinnering terug te vinden, waarvoor ze nu de verantwoording kan nemen. En als er iets wordt vergeten, dan ligt dat bij jou, niet bij haar. Door de suggestie als ik het mocht vergeten, zal jij erom denken dat ik eraan herinnerd word. Erikson. Ja, in mijn laatste opmerkingen van dat gedeelte begint het er voor je op te lijken dat je je doel zult bereiken en is het niet prettig je er gerust bij te voelen om je gerust te voelen over dingen die je misschien verdrietig maken als je wakker bent? Door die suggesties vertel ik haar dat ze zich bij die traumatische herinnering gerust kan voelen. Rossi. Je herkadert het trauma van iets dat weggestopt en vergeten moet worden, tot iets dat gerust herinnerd kan worden. Net zoals zij gerust een nieuwe manier van schrijven heeft geleerd. 1.15. Verwarring zet ontkenning om in bevestiging. Dubbele punt. Uitschakelen van aangeleerde beperkingen en de microdynamica van de trans. Het proces tegenover de inhoud als kernpunt van Eriksons aanpak. Erikson, herinner je je dat ja dat werd opgeschreven toen je wakker was? Weet je waar dat op sloeg? Nee. Zou je naar kunnen raden? Nee. Zei je nee? Ja. Goed. Zal ik je zeggen wat ik dacht dat het was? Ja. Erikson. Let op deze reeks antwoorden, waarin twee ontkenningen in een bevestiging worden omgezet als ik vraag, zei je nee? Rossi, doe je dit soort dingen nou echt met een vooropgezette bedoeling? Waarom? Ik kan niet geloven dat je dat echt deed. Ik werk nu zeven jaar met je en ik vind het nog steeds moeilijk te geloven dat je me niet bij de neus neemt met allerlei ingewikkelde post-hoc redenaties over een dergelijk geval. Toch hebben we het bewijzen van, van meer dan dertig jaar geleden hier voor ons. Waarom kan ik dat nou niet aannemen? Ericsson lacht hard. Misschien is het zo moeilijk te geloven omdat de meeste therapeuten zich nog steeds richten op de inhoud van wat er wordt gezegd, in plaats van gebruik te maken van het psychische dynamische proces zoals jij hier doet. Het lijkt bijna concreet denken om aan te nemen dat twee ontkenningen, die worden omgezet in een bevestiging, door een betekenisverschuiving het soort belang kan hebben dat je hier aangeeft. Wat is het doel van het omzetten van die ontkenningen in een bevestiging? Schakel je weer een of andere negatieve weerstand uit of hoe zit dat? Eriksson, aan het eind van het volgende gedeelte zal je zien hoe ze erkent. Dat ze het niet bewust, maar onbewust begrijpt. Rossi, door die ontkenningen in een bevestiging om te zetten, bereid je haar eigenlijk al voor om dat aan te nemen? Dat is zeer kenmerkend voor jouw aanpak. De patiënt komt ertoe te erkennen dat het onbewuste meer weet. Dat het onbewuste de plek is waar de symptoomoplossing en veranderingen plaatsvinden. Op die manier worden de bewuste denkpatronen en aangeleerde beperkingen van de patiënt uitgeschakeld en de microdynamica van het innerlijk zoeken en de onbewuste processen gaan aan de slag om een hypnotische respons te bevorderen. 1.16 Transinductie door middel van associatie zonder gewaarwording. Dubbele punt onbewust begrijpen, minimale trance's op meerdere niveaus en overdrachtverschijnselen. Erikson, geloofde je toen je wakker was dat je nog nooit was gehypnotiseerd? Heb je dat ooit geloofd? Ik probeerde mijn vraag zo te verwoorden dat je hem onbewust zou begrijpen. Heb je ooit dat gevoel gehad, Cliënten, Ja. En doet dat pijn vanaf hier naar boven? Ja. Begreep je het bewust? Nee. Begreep je het onbewust? Ja. Vind je het erg dat ik dat wist? Nee. Ik vraag nu dokter Vink om nog even wat met jou te werken. Is het goed als ik in jouw aanwezigheid met hem praat? Ja. En voor hem om met mij te praten? Ja. Zal je meeluisteren? Ja. Zou je niet kunnen luisteren? Ja. Als je nou luistert en het blijkt oninteressant te zijn, schenk er nou geen aandacht aan. Je hoeft er toch geen aandacht aan te schenken, maar als je wil kan het. Goed, tegen dokter Vink. Nu, waar denk je aan wat betreft heroriëntatie? Dr. Fink, ik dacht aan een heroriëntatie tezamen met het instellen van juiste attitudes. Eriksson tegen de cliënten. Weet je waar we het over hadden? Cliënten ja. Wat vond je daarvan? Is het goed? Ja. Rossi. Als je haar vraagt, geloofde je toen je wakker was dat je nog nooit was gehypnotiseerd? Was dat nog een transinductie die ik heb gemist? Eriksson. Nou, als ze in trans is geweest, zal ze in een trans komen. Hé? Moore. Als patiënten formeel of informeel in een trans zijn gekomen met je, zullen ze elke keer dat ze weer met je werken, gedeeltelijk in een trans zijn. Als ze dit soort antwoorden geven... Geeft dat aan dat ze in een tweede of derde graad trans zijn? Of hoe je dat ook wil noemen. Alleen al het stellen van deze verwarrende vragen herinduceert een trans als die ooit tussen haar en Milton is geïnduceerd. Rossi, ik snap het. Je moet me er gewoon mee om de oren blijven slaan. Veel gelach. Als een therapeut eenmaal met het transgedrag van een patiënt verbonden is. Bestaat er voor altijd daarna een soort verbinding tussen die therapeut en de eerdere veranderde transtoestand van de patiënt? De therapeut kan de trans indirect herinduceren door eenvoudig dezelfde stembuigingen, handelingen, manier van vragen of wat dan ook te gebruiken om via associatie die eerdere trans weer op te roepen. De patiënt kan zich al of niet bewust zijn van deze latere transes. Die latere transes zijn vaak zo miniem of kortstondig dat zowel de therapeut als de patiënt zich er totaal niet bewust van zijn. Tenzij ze zorgvuldig op tekenen van microtrans letten. Deze minieme en af en toe optredende tweede- en derde-graad transervaringen kunnen aan allerlei soorten verkeerd begrepen overdracht en tegenoverdrachtsreacties tussen therapeut en patiënt. Ten grondslag liggen. Juist vanwege het onbewuste karakter ervan. 1.17. Een affectbrug. Dissociatie, woordraadsels en bewustzijnspelletjes voor het op gang brengen van een leeftijdsregressie-gesteldheid. Eriksson, ik zou graag willen dat je je herinnert hoe je je voelde. Toen je voor de eerste keer januari voor me opschreef. Ik wil dat je je het zo levendig herinnert dat het lijkt alsof je het op dit moment schrijft. Herinner je het tot je je handen kan voelen schrijven, totdat je voelt hoe je handen schrijven. Blijf het zo duidelijk voelen dat je precies weet waar je bent. En weet dat er een hoop dingen zijn die je zo kunt doen. Cliënte is aan het schrijven. Dat was een prettige ervaring, nietwaar? Ja. En dan ook nog rechtshandig en linkshandig en ondersteboven. Het leek alsof je niet alleen gewoon je verjaardag opschreef, nietwaar? Nee. Ericsson. Het leek op een taak die je uitvoerde. En er zijn een hoop dingen die in jouw leven hebben plaatsgevonden. die je opnieuw kunt doen als een taak, nietwaar? Als een taak die gedaan moet worden. En bekeken moet worden. En begrepen moet worden. En later gelezen moet worden. Dat klopt toch? Vanavond speelde ik een woordspelletje met dokter Fink. over die zin die ik had bedacht. Dat was een leuk woordraadsel, nietwaar? Er zijn een hoop woordraadsels in iemands leven, toch? En ik zou willen voorstellen dat je ze ziet als woordraadsels, die je voor je genoegen en plezier moet uitpluizen, om te ontdekken hoe eenvoudig de puzzel in elkaar zit en hoeveel genoegen het geeft om het op te lossen. De vorige avond heb je een hoop dingen vergeten. Je vergat maart 1945, februari 1945 januari 1945 en je vergat zelfs december 1944. Dat is toch zo? Ja. Dat kun je weer doen, niet waar? Ja. En je kunt dat helemaal totaal doen, is het niet? En zelfs als je eraan denkt, is het al wat vaag voor je, niet waar? Je gaat je afvragen wie ik ben, is het niet? Ja. Rossi je begint dit gedeelte met haar te vragen zich te herinneren hoe het voelde. toen ze voor de eerste keer januari voor je opschreef. Hiermee maak je dus gebruik van een affectbrug. om bij een recente herinnering te komen. en zo een gesteldheid voor leeftijdsregressie in te leiden. Deze leeftijdsregressie bevorder je door een dissociatieproces. op gang te brengen door middel van het schrijven met beide handen tegelijk en ondersteboven zodat het leek alsof je niet alleen gewoon je verjaardag opschreef, nietwaar? Je verbindt dat met de woordraadsels en puzzels uit het begin van deze sessie om nog meer verwarring, die het bewuste uitschakelt, in de situatie te brengen naast genoegen en plezier. In het oplossen van een puzzel, wat een begrijpen van haar eigen psychisch dynamisch proces is. Als je zegt. De vorige avond heb je een hoop dingen vergeten. Betekent dat dat je hiervoor ook een sessie met haar hebt gehad? Eriksson, ja, het spijt me dat ik dit hele verslag niet chronologisch heb gehouden. Rossi, dat geeft niet. Het belangrijkste is dat we een duidelijk verslag krijgen van wat er heeft plaatsgevonden, zodat de lezers begrijpen dat er een eerdere ontmoeting tussen jou en die cliënte is geweest die niet is opgetekend. Aangezien deze cliënte geen gewone patiënt was. Had je er die eerste keer dat je haar zag waarschijnlijk geen idee van dat je zulk belangrijk hypnotherapeutisch werk met haar zou doen? We zijn echt dankbaar dat je bij de tweede keer wel een stenograaf had. Je gaat dan verder met, en zelfs als je eraan denkt, is het al wat vaag voor je. Wat haar beperkende bewuste instelling nog verder uitschakelt en haar aanzet tot een innerlijk zoeken. Je eindigt met haar een nogal raadselachtige aanwijzing te geven. Je gaat je afvragen wie ik ben. Wat het innerlijk zoeken nog verdiept, terwijl het tegelijk een bepaalde richting en verwachting daaraan geeft. In feite heb je de hele basis gelegd voor de eerste leeftijdsregressie en de introductie van de februariman, die in het volgende gedeelte plaatsvinden.